Vogelgriep wordt anders aangepakt. Het landelijk vervoersverbod is opgeheven. Nederland wordt opgedeeld in regio's. Maar het contact tussen de bedrijven moet minimaal zijn. Verder in het nieuws vandaag. Politie moet zo snel mogelijk ziekteverzuim gaan aanpakken. En DNA-onderzoek om vermiste vissers soms na jaren te identificeren. Goedenavond. Alles uit de kast om vogelgriep te bestrijden. Maar de aanpak wordt anders. Niet langer een landelijk vervoersverbod, maar vanaf vanmiddag regionale maatregelen. Op die manier wil staatssecretaris Dijksma vogelgriep te lijf gaan. Het is zwaar, vooral voor de mensen die het betreft. Dat begrijp ik heel goed. Maar we willen juist erger voorkomen en dat is waar we mee bezig zijn. Het land wordt opgedeeld in 4 regio's. Die regio-indeling moet voorkomen dat er contact is tussen gebieden in Nederland waar veel pluimveebedrijven zitten. Tussen die gebieden is vervoer van en naar boerenbedrijven tot een minimum beperkt. In een straal van 10 kilometer rond de besmette bedrijven zijn de maatregelen nog strenger. Zoals rond Hekendorp en Ter Aarmen ook Kamperveen. Het vervoeren van mest blijft verboden in heel Nederland. Alleen onder strenge voorwaarden is het mogelijk om bijvoorbeeld vervoer toe te staan naar distributiebedrijven. Maar alle contacten met pluimveebedrijven die moeten in maximaal 1 rit zijn. Waarna transportwagens ook worden gereinigd en ontsmet. Dat zijn strenge regels, maar die zijn echt nodig om te voorkomen dat we een virus wat zeer besmettelijk is zich verder laten verspreiden. Er zijn veel gevolgen. In Veenendaal is vanmorgen een kerkdienst verplaatst vanwege de uitbraak van vogelgriep. Kerkelijke gemeente komt normaal gesproken samen in een hal, maar nu stond die vol met pluimvee. Vanwege het vervoersverbod mochten er ruim 1000 dieren de hal niet uit. Kerkgangers mochten die hal niet in. Als alternatief luisterden mensen op de parkeerplaats naar de radio. Die zond de dienst namelijk uit. Mensen zonder auto konden terecht in een speciale tent of supportersbus. De dienst besteedde aandacht aan de uitbraak van het virus. Zeker in deze buurt, Veenendaal, Barneveld, Lunteren, ook gemeenteleden bij ons die in spanning zitten, raakt het ook mijn bedrijf. Dus we wilden er wel bij stilstaan en ook voor bidden. Tot volgende week, Paardenmacht. Na de kerkdienst werd dat landelijk vervoersverbod dus opgeheven. En dus mochten al die vogels eindelijk de hal weer uit. Inpakken en wegwezen is het voor de vogelliefhebbers. Eindelijk konden ze weer in de buurt komen van hun dieren. Want niet alleen in Veenendaal, maar in het hele land zaten vogels door het vervoersverbod opgesloten in tentoonstellingshallen. Zoals hier in Marne, Friesland. 400 vogels zaten daar sinds woensdag vast in het dorpshuis. Je bent nu heel erg blij dat ze nu in huis mogen en je hoopt dat de verdere uitbraken beperkt blijven natuurlijk. Stipt om 2 uur stonden de meeste eigenaren in Marm zelfs voor de deur te wachten om hun dieren weer mee naar huis te kunnen nemen. Vervoersmaatregelen gelden voorlopig voor 3 weken. Bedrijven die worden getroffen door vogelgriep kunnen maar een deel van de schade vergoed krijgen, zegt staatssecretaris Dijksma. En dan duizenden politiemensen zitten ziek thuis, soms zelfs al jaren, bleek uit een onderzoek van TNO. De politie beloofde meteen dat ze zouden gaan helpen. Maar dat gaat jaren duren, zeggen deskundigen nu. Van een paar honderd medewerkers weet de politie zelfs helemaal niet wat ze mankeren. Terwijl sommige politiemensen heel wat meemaken. Denk maar eens aan dit soort beelden. Beelden van een paar jaar geleden bij het Feyenoordstadion. Ziekteverzuim bij de politie is het gevolg. En er is grote twijfel of ze dat dus goed aanpakken. Is wel nodig, zou je zeggen, als je kijkt naar die beelden. Het is een opeenstapeling van dit soort situaties die ervoor zorgt dat agenten psychische klachten als PTSS, een posttraumatische stressstoornis, ontwikkelen en ziek worden. Zo ook bij deze agenten, die niet herkenbaar in beeld wil. 7 jaar ziek en vergeten. Ik zat behoorlijk in een diep dal, maar ja, en als je dan helemaal van niemand meer wat hoort, dan voel je jezelf op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer belangrijk. Ik heb niet het idee gehad dus dat ik bij de politie werkzaam was voor de 2 jaar. Je krijgt wel je loonstrookje, zeg maar, elke maand. En dan denk je, ja, daar is dus nog die verbondenheid van of zo. Maar je verbondenheid die juist bij de politie voor mij zo heel erg fijn was, die was er niet meer. Dus dat heeft me best wel pijn gedaan. Ja, dat is echt vreselijk.
De vraag is ook of ze wel de hulp krijgen die ze nodig hebben. Want als je al niet eens weet als werkgever wat die mensen mankeren, hoe ga je ze dan helpen zeg maar, om weer beter te worden? De zieke werknemers kosten de organisatie miljoenen per jaar. In een enkel geval zat iemand 14 jaar thuis en kreeg doorbetaald. Korpschef Bouwman heeft verbetering beloofd. Maar door belangenorganisaties en deskundigen wordt getwijfeld of dat op korte termijn lukt. De vraag is of het hem gaat lukken, want hij kan namelijk niet in zijn eentje doen. Dus dat betekent dat heel veel leidinggevenden die daaronder zitten ook mee moeten werken en mee moeten denken over dit probleem. En ook met de juiste mindset zeg maar het probleem proberen aan te pakken. Men heeft veel maatschappelijk werkers die proberen veel te doen, maar dat zijn er maar een handje vol op de 60.000 politiemensen. En zeggen deskundigheid van psychologen, men heeft er nu 3 in dienst. Dus dat is nog niet zoveel. Er is echt heel veel meer nodig. Er wordt wel heel hard aan gewerkt, maar de vraag is of dat voor heel veel mensen wel op tijd is. Hoe ziet u uw toekomst bij de politie? Ik zie geen toekomst meer bij de politie. De politie zelf zegt in een reactie dat ze al druk bezig zijn om alle zieke medewerkers beter te begeleiden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is klaar met het bergen van wrakstukken van vlucht MH17. 7 dagen heeft de bergingsoperatie geduurd. Verzegeld in deze wagons zijn de wrakstukken op transport gezet. Vanuit Torres bij het rampgebied in Oost-Oekraïne naar Kharkov. 12 wagons in totaal. Een aantal grotere wrakdelen is per vrachtauto naar Kharkov vertrokken. Alles bij elkaar gaat het om vliegtuigdelen die iets kunnen zeggen over de exacte toedracht van de ramp. Daarvoor zal het vliegtuig voor een deel worden gereconstrueerd. Bij een aanslag bij een volleybalwedstrijd in het oosten van Afghanistan zijn zeker 45 doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De dader was een zelfmoordterrorist. Het aantal zelfmoordaanslagen door de Taliban en andere terreurgroepen is dit jaar flink toegenomen. Het valt samen met het vertrek van een groot deel van de internationale troepenmacht uit Afghanistan. 1 dag na de aardbeving in Japan blijkt de schade groter dan aanvankelijk gedacht. De beving, met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter, verwoestte 50 huizen. Er vielen geen doden, wel raakten 41 mensen gewond. Afgelopen nacht werden nog tientallen mensen gered van onder het puin. Zwitserland heeft de Davis Cup gewonnen. De ploeg met boegbeeld Federer was in de finale te sterk voor Frankrijk. Federer zelf bezorgde Zwitserland het beslissende punt vandaag. De nummer 2 van de wereld won een enkelspel tegen Richard Gasquet overtuigend. Het is de eerste keer dat Zwitserland de Davis Cup wint. In 1992 werd de finale verloren van Amerika. De Davis Cup winst is voor Federer extra speciaal. Hij heeft nu alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn in het tennis. Hoe zit het met de beveiliging van Nederlandse apps? Niet zo goed blijkt. Van de 1000 willekeurige Nederlandse Android-apps is bijna de helft van die apps die privacygevoelige informatie versturen lek. Waardoor andere, criminelen bijvoorbeeld, de informatie kunnen zien en misbruiken. Deskundigen maken zich grote zorgen. Een app is zo gebouwd. Hier in Amsterdam op een Android-beurs doen ze dat in een dag. Maar of die app dan ook veilig is, lang niet altijd. Blijkt uit zijn test. Neem een willekeurige zwangerschaps-app waar je als vrouw kan aanmelden voor kraamzorg. Dus de voorletters, de geboortenaam, straat, huisnummer. Doet ze dat via een open wifi-punt, dan loopt ze het risico dat iemand ongevraagd meekijkt. Als je hier nu langs loopt, dan zie je eigenlijk precies al die gegevens die we zojuist hebben ingetikt. BSN-nummer, verzekeringspolis, zijn mee te kijken door een aanvaller. Zonder dat de persoon dat weet. Deze app is dus lek en dat geldt voor bijna de helft van de geteste apps die persoonsgevoelige informatie versturen. Waarom gaat dat mis? Ik denk in veel gevallen onwetendheid. Soms is het ook dat er wel echt is geprobeerd om het dus goed te implementeren, maar dat de implementatie ergens fout is gegaan waardoor het per ongeluk toch nog misgaat en open staat. Als anderen er aankomen, dan kan er van alles en nog wat mee gebeuren. Je kunt gechanteerd worden, de informatie kan te eniger tijd leiden tot een profiel van jou, waardoor jij anders wordt behandeld dan anderen zonder dat je dat weet en zonder dat je er eigenlijk iets aan kunt doen. Ik denk dat dit zorgwekkend is. Toch worden bedrijven die de beveiliging van hun apps niet op orde hebben, nauwelijks aangepakt. Dan kan op een gegeven moment een onderzoek plaatsvinden en dan kunnen we ze een last onder dwangsom opleggen, zoals dat heet. Ik zou heel graag willen dat ik dat soort organisaties ook meteen een boete op kan leggen. Want dat kunt u nu niet? Nee.
Als consument kun je verder weinig doen, behalve dan als je het risico iets wil beperken, geen open draadloze internetpunten gebruiken. Ja, prachtig, de zee. Maar kan er ook spoken. Vissers varen uit en blijven soms op zee. Hun families blijven dan vaak achter in onzekerheid. In de vissersdorpen Scheveningen en Katwijk gaan ze daar vanaf volgende week wat aan doen. Families kunnen DNA afstaan. De politie gaat dat vergelijken met materiaal van drenkelingen die soms al jaren geleden zijn aangespoeld. Op strand vroeger, dan zaten we tegen het laatste strandtentje aan, dan keken we naar de zee. En dan zei hij, het zeetje geeft me rust. Wilma Parlevliet is 18 als ze trouwt met een visserman, Piet Schaap. Nog geen 3 jaar later, moeder van een zoon van 1, krijgt ze slecht nieuws. Er was de kampioenschappen voetbal. Dus daar zat mijn vader naar te kijken. Mijn vader was een verschrikkelijke fan van voetbal. En mijn zoon die had een mazelenprik die dag gehad, dus die was niet zo lekker. Dus ik ben een beetje op tijd naar huis gegaan om hem in zijn bed te liggen. En daar ineens hoor ik mijn draaiknop van mijn voordeur. Ik denk, oh, wie komt daar? Ik roep naar beneden van, wie is daar? Ja, mijn vader zegt, ik denk, dat kan niet onder voetbal. Mijn vader die was zo'n fan. Piet wordt vermist. Ze zei, nee, dat kan niet. Dat is niet zo. Wat er op zee met hem is gebeurd, ze zal het nooit weten. Het geheim is de zee in, kan je wel zeggen. Dus ja, dat is altijd een mysterie gebleven. Nu gaat hun zoon Leendert wangslijm voor het DNA-onderzoek afstaan. Daar hoeft hij niet lang over na te denken. Ja, ik heb zelf het wel afgesloten, maar voor mijn moeder, omdat ze nooit een lichaam heeft gezien. Dus ze heeft het nooit kunnen afsluiten eigenlijk. Dus ja, voor haar is het heel belangrijk. Het helpt, de naam van haar man op het vissersmonument. Maar dit is wat ze liever wil. Je wil hem liever thuis. En ook voor de familie. En voor mijn zoon zeker, vind ik het ook belangrijk. En voor mezelf. Nou, zijn wij toe in het weer. Peter, ja, je hebt een nieuwsfoto meegenomen. Ja, een beetje nieuws uit de natuur zou je kunnen zeggen. Deze Atalanta-vlinder, die zagen we vandaag nog. Die werd vandaag gefotografeerd in Winterswijk, in het oosten van het land. En het bijzondere is dat door het zachte weer van de afgelopen tijd er op van sommige vlindersoorten meer dan 10 keer zoveel nu nog rondvliegen. Als normaal gesproken in deze tijd van het jaar. Veel vlinders dus nog zo laat in het seizoen. Dat komt door het zachte weer, maar dat gaat de komende 2 dagen wel wat veranderen. Het blijft ook niet helemaal droog. Op dit moment zien we in het westen en het noordwesten van het land al wat regen. En ook vannacht krijgen we met regen te maken in de rest van het land. Want het gebied met die regen trekt langzamerhand naar het oosten toe. Dat betekent dat in de tweede helft van de nacht het alweer begint op te klaren in het westen. Maar in het oosten en ook in het zuidoosten, daar blijft het de hele nacht doorregenen. En ook morgen, dan regent het nog een klein beetje, vooral in het zuidoosten van het land. Nou, op een gegeven moment verdwijnt die regen ook daar. En dan krijgen we overal in het land wat opklaringen. De zon is regelmatig te zien, wat stapelwolken. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. En de temperatuur die stijgt weer naar zo'n 10 of 11 graden. Dat is zeker niet zo warm als vandaag, maar toch nog redelijk aangenaam en betrekkelijk zacht voor de tijd van het jaar. Als de zon eenmaal onder is, zo rond een uurtje of 5, dan gaat het morgenavond snel afkoelen. En uiteindelijk komen we dan uit op een temperatuur in de nacht van morgen zo rond het vriespunt. En ook dinsdagochtend dan zal het fris aanvoelen, mogelijk ook mistig. Dinsdagmiddag wordt het ook niet veel warmer dan een graad of 7. Nou, de dagen daarna dan stijgt het kwik langzamerhand weer naar zo'n 10 graden. Maar de zon die zal die dagen wel weinig te zien zijn. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Het landelijk vervoersverbod in verband met vogelgriep is opgeheven. Maar binnen de regio zelf mag worden gereden, maar minimaal. Meer nieuws, ook daarover in Nieuwsuur, om 10 uur op NPO 2. Ik wens u een mooie avond. NOS.nl is vernieuwd. Nog meer nieuws en sport. Meer live dan ooit. Je bent erbij.